Ik vind haar zo leuk. Oh, je moeder er gaat, bro. Ze is milfig bezig. Ik ben naakt ook daar. Ik ben naar Afrika kliniek gegaan. What's up, dames en heren? Het is je boy Tatjula en ik ben hier met de one and only Marijn Kuipers. Oh, yes. Hoe is het met je? Het gaat goed. Wat goed. Met jou? Met mij gaat ook goed. Ja? Ik wil net zeggen, met mij ook. Nee, je bent snel, je bent scherp. Nee, ik ben scherp. We hebben deel 1 opgenomen op jouw kanaal. Mm-hmm. Waar we vragen hebben beantwoord van de kijkers. En nu is het de beurt aan mij om vragen te beantwoorden. Ik ben zenuwachtig. Ja? Ja. Oké, okay, vraag nummer 1. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe is de band tussen jou en Don? Hebben jullie iets samen? Oh, nu beginnen we ineens over Don. Ja, snelheid. Oh, dat is wel heftig. Ja, I was first. Grap. Grapje. Holy knijter. Hoe wij elkaar hebben ontmoet? Op kantoor. Op kantoor. Het was een mooie zonnige dag. Ja. Jij kwam binnen. Ik vond het heel spannend. Ja, was jij er niet eerder mee? Ja, ik was er eerder. Ja, toch? Jij kwam binnen. Oh ja. Toen was ze bang. Ze keek me aan en zei ze, oh mijn god. Oh my god, dit is de enige echte Tatjula. Nee, ze wist niet wie ik was. Hè? Oh mijn god, je lijkt echt op die acteur van... Ik film ook in Black Panther. Ja, maar onze band is goed, ja, zoals je kan zien. Onze band is echt mega goed. Super challas. Yes. Is het dan dat je het niet meent? Of close? Ja, close. Ja toch? Ja toch? Ja toch. Ja toch. Zo, niet goed hè? Zie je? Zie je dat? Zo goed is de band. Zo goed is de band dat we een eigen handshake hebben. Wie was je eerste crush? Oeh. Mijn eerste crush, ik denk mijn eerste vriendje. Ja, dus jouw crush was ook je eerste vriendje gelijk? Hoe is dat gegaan? Dus je zag hem ooit en je dacht, oh mijn god. Je bent mijn crush. En toen ging je op hem jagen of hoe was het? Oh, ik weet ook niet. Ik volgde Jay Alvarez op Instagram en die had ook krullen en zo. Mijn eerste vriendje had ook krullen, dus ze leek een beetje op elkaar. Wauw, dus... Ja, dus van mijn crush naar mijn vriendje ongeveer. Wauw. Ja. Zo zijn jullie dus. Ik geen hondenras, maar jullie soort. Ja. En die voor mij was Shakira. Tuurlijk! Whatever! Stond als eerste op mijn mp3. En dat was ook het enige nummer wat ik leuk vond. Was echt zo'n mini dingetje. En dan lag ik s'avonds in bed al die 30 nummers doorklikken totdat deze weer kwam. Weet je wat gek is van dat nummer? Dat is gewoon echt een van mijn eerste jeugdherinneringen of zo. Ja? Ja. Die en zo'n andere. Ik weet niet of je deze deuntje kent. Nee, je bent van 2000 hè? Ja. Ja, nee, dan kan je deze niet kennen. Hoezo ga ik die niet kennen? Oké. Nee, je hebt gewoon die deuntje nu net gehoord. Nee, luister. Doe nog heel even door, want ik ken dit ook. Da, 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 da. Dit ken ik. Hey, dit ken ik gewoon hoor. Oh, dat is echt een mooi nummer. Ja. Ik was klein voeden. Het voelde echt alsof ik in paradijs was, hè, als ik dat hoorde gewoon. Ja? Ja. Zal je ooit kinderen willen? Ja. Hoeveel? Als het me gegund is, 2 of 3? 2, 3, ja. Ik wil 11-tal. Jij wil 11-tal? Ik wil 11-tal. Holy knijter. NBA. Ja, jij hoeft het niet te dragen. Nee, trouwens, ik wil geen NBA. Ik wil American Football Team. Jij wil gewoon 10 mannen hebben. Zo. Dat mag ook. Sterk hoor. Ja. Ja. Tien. Ja. Ja. Hou je van kinderen? Ik hou... Schat. Als ik een kindje... Ik heb les gegeven. Kleine kleutjepeutjes. Ja. Hoe oud? Gewoon... Waar drie. De kinderen? Nee joh. Ja. En dan zie je zo'n schotmeisje. Dan denk ik echt bij mezelf. Kom hier. Een kind in mij. Oké. Ja. We zijn er weer. Nee, je snapt me toch? Ik hoor je. Ik hou ook wel van kinderen, ja. Afkast. Ja, ik ben met mijn broertje opgegroeid, toch? Ja. Dus zeg maar, ik was de jongste. Ik heb 2 zussen. En toen was ik 12, toen kwamen mijn broertjes. Dus dat heb ik ook zo bewust meegemaakt? Ja, en ik wou altijd echt een broer hebben. Oh. En toen dacht ik, oh damn. Ik ben kan ik, die broer zijn. Nu ben ik die broer die ik wou. Oh, hoe leuk is dat? Snap je? Ja, dat is echt fucking toch? Leuk. Maar nu zijn ze langer dan mij. Dus nu ben ik weer die broertje. Nu zegt ze, hey. Wat leuk dat je er bent.
Nee, hij heeft echt een kop groter, hè? Een kop? Een kop. Nou, heeft je moeder dat niet goed verdeeld qua lengte? 10 kilo zwaarder ook. Ja, het klopt niet. Ja? Het klopt niet. Ik lijk zeg maar... Ik lijk nu te vroeg geboren. Zeg maar, na mijn broertje ligt. John, dat jullie couveuse moest liggen. Ja! Dus. Hoe vaak krijg jij een booty call? Een booty call? Een booty call. Oh, een booty call. Een booty call. Doe je dat veel? Ik? Booty callen? Ja? Nee. Pss, wat? Pss, pss. Ja, maar... Deed je dat nooit? Vroeger, zo, wat? Nee, vroeger wel. Ja, je nu jezelf verhult. Nee, vroeger, maar nu niet. Vroeger. Wat stuurde je dan? Wat stuurde je dan? Ik stuurde niet echt iets. Ik zei gewoon, wat doe je hoe vanavond? Laat? Oh ja. Wat doe je vanavond? Ging ze daar ook altijd op in? Ja, ik had wel gewoon mijn standaard. Ja? Ja, meerdere. Niet hoor. Maar dit was allemaal vroeger ja, in het verleden. Daarom, ja, maar dat is ik ben naar de kliniek gegaan. Ik heb mezelf gevonden. Nee, oké, okay, ja. Vroeger. En porno heb ik gevonden. Nee, vroeger ging hem. Ik deed niet zo heel veel moeite. Zo. Ik was vroeger best wel. Maar ze kwam ook denk ik eens snel naar je toe. Ja. Ze zei altijd, oh mijn god, Black Panther. Net jou. Nee, grapje. Daarom, de wet zal hier. Hé, kijk, Naar welk land ben je op vakantie geweest? Of landen? Ik ben heel veel naar Zweden geweest. Mm-hmm. Ik ben dat is duur, hè? Duur? Ja. Het wonen maar zelf is niet duur. Wacht, was het maar Zweden of Zwitserland? Zwitserland is duur. Oh. Maar huizen en zo zijn heel goedkoop. Hoe bedoel je groente en fruit? Dus appel is daar 5 euro of zo. Nee, die zijn echt fucking duur, hè? Appel. Ik zweer, is maar is het omdat duur. Het, is het omdat het echte fruit is? Nee, het is daar gewoon veel duurder. Maar bijvoorbeeld, je hebt geen zorgkosten en zo. Scholen zijn heel goed geregeld. Dat soort dingen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo'n leuke vraag. Jij wel? Seks in een onbekend huis met een onbekende chick en naakt betrapt door onbekende... Oh, ouders. Dit is een ervaring. We hadden ook gevraagd of mensen hun ervaring wilden delen. Diegene is betrapt in een onbekend huis met een onbekende chick en betrapt door onbekende ouders. Dus hij wist helemaal niks. Hij was bij die chick die hij niet kende. En haar ouders kwamen. Dus hij wist helemaal niet... Niemand kende elkaar. Die ouders ja, maar die ouders, zijn van het kind. Ja, maar het is toch fijn. Ze komen binnen en zeggen, wie is dit? Wie is dit? Weet ik niet. Maar stel je voor, je bent in dat huis. Dat is... Nou, dan voel je je kut. Dan wil je echt naar huis. Voel je kut? Zijn mensen niet bang? Als jullie geklemd worden, toch? Betrapt worden door iemand zijn ouders, toch? Worden jullie niet bang? Wat is een kutgevoel en een bang gevoel? Wat is het verschil? Zeg maar, ik zou bang zijn nu die vader staat daar. Ik ben vulnerable, weet je. Ik ben naakt ook daar. Zou je vooral met mijn vechten, mijn tollies slingen daar nog en zo, keer die? Ik zou echt met één hand vechten. Eén hand hier, zeg maar, safe. En die andere... Denk maar, ik ga naakt vechten. Wat? Oh, ik dacht, je bent nog bezig. Oh, nee. En je loopt te vechten. Nee, ik ben betrouwd. Ja, dat is je hoofd echt heet als je verder gaat. Ja, als je gewoon... Even wachten. Ik ben verder. Ja, ja. Oh, ik heb één keer gehad. Ik was boven bezig. En ineens hoorde ik de deur dichtklappen. En de honden. Mijn ouders en de honden waren niet thuis. En ineens waren ze weer weg. Dus ik wist dat ze binnen waren gekomen. Ons hoorden. En toen dachten, laten we gaan. Maar jullie waren boven? Wij waren boven, ja. Dus ze hebben niks gezien, maar wel alles gehoord. Oh, maar jullie gingen gewoon... Jullie waren op doorgaan, zeg maar. Nou, waren ineens niet... hoor ik een deur dichtklappen. En denk ik... Oh, jullie hoorden de deur dichtklappen van iemand is weggegaan. Ja. Oh, jullie dachten jullie waren solo. Er was niemand. Toen ineens hoorde ik een deur dichtklappen en de honden buiten blaffen. Nee, joh. Ja, ze waren er niet. Ze zouden nog niet thuis zijn. Echt trotse vader, sowieso. Nou, dan voel je echt kut. Ja, trotse vader. Zoon? Ja. Impulsief 2 dwerggeit gekocht en 2 weken in tuin bij mijn ouders laten lopen. Nou. Wanneer doe je dit? Wanneer je shrimp hebt? Ja, dit gaat niet goed hoor. Kan je, dwerggeit zijn wel leuk. Maar kan je die gewoon zomaar kopen? Ja, je kan echt alles kopen. Vooral van die rare markten. Het slaat echt nergens op. Mijn moeder wou van die dwergvarkentjes. Wat zijn dwergvarkentjes? Gewoon niet... mini. Zijn die gewoon varkens? Nee, gewoon mini varkentjes. Bestaan die? Ja, echt. Die gewoon altijd klein blijven? Ja, echt zo cute. Nee, yeah. Stinkt sowieso naar pis. Hai, man.
Wat is hij, man? Viesigheid. Wow, nog een ervaring. Lijp, gezond met de moeder van mijn beste vriend in de keuken toen hij aan het gamen was. This is bullshit. Pa, wat? Jij hebt geen respect. Dit kan echt niet. What the fuck? Hij is wel gangster, hoor. Jij hebt geen respect. Maar gezond. Dan moet er altijd al een spanning zijn. Ja, dat was er al lang iets. Het was niet zeg maar ineens. Niet, je gaat niet ineens. Oh nee, maar dat, maar dat is toch ma. Van die moeder is dat toch ook niet normaal? Ja, die moeder is echt op doorgaan. Hoe kan je je beste vriend nog aankijken? Toch, en dan ga je gewoon naar boven. Hé hey bro, fuck aan. Hé, hey, wat speel je? Ja, niks. Wat ging jij doen? Ja, niks. Ik ga even plassen, man. Ik had buikpijn. What the fuck? Nou, ik vind het heel bijzonder. Maar ja, leuke, spannende ervaring. Zou jij dat? Van een van je vrienden? Van een van mijn beste vrienden hun moeder zoenen? Ja. Yeah. Tuurlijk niet. Nee. Ik zeg eerlijk, als zijn moeder mij probeert te zoenen, doe wij naar gezicht zelfs. Ik zeg, hé hey, mevrouw. Ik zeg met iemand, hé broer, kijk, check je moeder, hè. Broer, check je moeder, hè. Hou je moeder in de gaten. Hou je moeder in de gaten, broer. Ze is milfig bezig. Ze is milfig bezig. Oké, okay, welke leeftijd ben je ontmaagd? 14. Als ik nu bedenk dat iemand 14 is en dan al ligt te naaien, word ik echt bang. Die meiden zijn zo klein. Maar wist je wat je aan het doen was dan? Ja. Oh, er komt iemand naar huis. Uh-oh. Ja, maar ik was al zo rustig aan het opbouwen met dat vriendje. Ik deed eerste maand eerste honk, tweede honk, derde honk. En dan na 9 maanden had ik pas seks met hem. Honk? Wat is honk? Ken je honken niet? Honk 1, honk 2, honk 3. Honk wat? 4? Honk? Nee? Nee, honk 1 is zoenen. Ik heb wel gezegd bij Doosweiler, dus die dingen. Ken je die? Nog één? Nee, jij zit weer te fucken! Milk, even vertel, vertel, honk. Oké, okay, honk 1 is zoenen. Ik heb spierpijn. Oh! Ja! Oké, ga door. Maar ik schoon ook net straks dat er hele andere dingen aan zeggen. Honk 1 is zoenen. I'm a virgin. Oh okay, my god. Ga door, ga door, ga door. Honk 1 is zoenen. Honk 2 is handwerk. Honk 3 is mondwerk. En honk 4 is seksen. Heb je het nou over baseball? Honk 1. Ja, honk. Zo noemden we dat. Dat is codewoord, codetaal. Hé, hey, heb je gehond? Nee, honk ja, 1. We zijn nu wat heb je gedaan? Ja, ja, we zijn nu bij honk 2. Ja, maar volgende letterlijk keer hebben we honk 3. En dan misschien, wie weet, 4. Nee, grapje, grapje. Dus waar heb jij honk 4 gedaan? Welke leeftijd? Honk 4? Op welke leeftijd? Ik weet niet. Ik was... Nee, oké, okay, ik ga wel eerlijk met jullie zijn. Ik was vroeger wel al echt actief. Hè. Ik voelde al snel al van... Ja? Hier is, ja, hier is een lekker gevoeltje, zeg maar. Dus ik honkte de bank. Oh, je honkte de bank. Ja. Al eerst, vroeg? Eerst, ja, vroeg. Ja. Vroeg. En toen, later, was ik nog steeds jong. Ja, was een keer... Dit gaat te maal, voilà. Ja? 16. Ja, ik ga gewoon 16 zeggen. Anaal digitaal. Nee, maar ik vond het echt leuk om dit te doen. Ik ook. Wij gaan dat vaker doen. Ja. Ja, gaan we vaker doen. Dat gaan we vaker doen. Leuk. Helemaal gezellig en zo. Ja. Ja. Nou, nu ben ik je ook wel weer zat. Ja? Nee. Ik vind jou zo leuk. Ga je me wegsturen nu? Ja. Haak uit. Dat is de eerste keer. En ik hoop dat je een leuke video vond. Ik ook dus. Vergeet niet deze video te liken. Te abonneren, ook natuurlijk op Marijn's kanaal, daar is deel 1. Ja. Nu online. Nu al online. Dus dan kun je ze allebei checken. Precies. Klopje. En vergeet het niet te delen. En nogmaals bedankt voor het kijken. Later man. Doe het. Oké.